Beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van ZZ Leiden TV, het wekelijkse programma over basketbal van Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, en u ziet het hier wel rondom me heen. We zitten in een prachtig nieuw decor hier in de studio van Sleutelstad. En we willen vooral de firma Amerika Digitaal Druk daar ontzettend voor bedanken. We zitten er echt fantastisch bij. Onze gast deze week is Bert Kragtwijk. Heeft heel veel gedaan in het Nederlands basketbal. Onder andere gespeeld hier in Leiden. Maar ook heel veel gedaan voor het Nederlands team. Zowel als speler zelf, als international. Maar ook in zijn bestuursfuncties voor dat Oranje. Dat ook een enorm succes boekte deze week. Door pas voor de tweede keer in 33 jaar zich te plaatsen voor het EK volgend jaar. En aan het einde van deze uitzending maken wij de eerste winnaar ooit bekend van de ZZ Leiden TV quiz. En die wint de prijs, een voucher voor onze livestream van de thuiswedstrijden. We hebben natuurlijk ook weer een nieuwe quizvraag. Dus dat aan het einde van deze uitzending. Ja, inmiddels is aangeschoven onze hoofdgast van deze week. En dat is Bert Kragtwijk. Bert is 2,7 meter lang, 63 jaar jong. En ja, basketbalkenners weten het. Hij speelde ook op college bij Old Dominion. Speelde onder andere tegen Dominique Wilkins daar in het NCAA toernooi. Maar hij speelde ook 99 keer voor Oranje. 14 seizoenen in de Nederlandse Eredivisie. Waarvan 6 seizoenen in Leiden. En zijn beste jaar was ook in Leiden. Hij scoorde toen 22 punten per wedstrijd. Had ook een hele mooie carrière in het vastgoed, in het bedrijfsleven. En heeft ook heel veel gedaan voor het Nederlands mannenteam. Oranje. En dat is ook ja, de focus van deze week, het Nederlands team, omdat er even geen DBL is. En in dat mannenteam natuurlijk niet alleen de Leidenaars Woody de Jong, Emmanuel Nzekwesi en Luc van Bree. Maar het hele team heeft zich gekwalificeerd voor de tweede keer pas in 33 jaar voor een eindronde van het EK. De belangrijkste wedstrijd die ze wonnen was tegen Kroatië afgelopen zaterdag. En die wonnen ze met 65-57, waardoor de wedstrijd tegen Zweden niet meer belangrijk was. Bert, plaatsing voor dat EK door de Oranje Mannen. Wat vind je van die prestatie? Ja, dat is natuurlijk een hele goede prestatie, een mooie prestatie. En als bestuurder van het van de NBB ook hetgeen waar je het eigenlijk voor doet. We komen natuurlijk vanuit de periode dat de Waalse Bond het Nederlands mannenteam... dat zeggen in 2012 niet meer kon supporten. We hebben toen samen met de DBL hebben we het team, laten we zeggen, geadopteerd, overgenomen. En daarna is er een stichting gekomen. Ik heb daar zelf aan bij mogen dragen. En dan ga je natuurlijk, dat is je sporthart, dan ga je natuurlijk voor sportsucces. En het begon natuurlijk al heel mooi. Dat we ons konden plaatsen voor de EK van 2015. Dan hebben we ook een lange termijn visie en plan ontwikkeld. En dat was toch ook, dat is misschien wel een erg vergaande droom, maar 2028 Olympische Spelen. En wat moeten we dan doen als we in 2028 de Olympische Spelen willen halen? Wat moet je dan doen? Nou, dat is in ieder geval het halen van een aantal sportieve hoogtepunten in die tussentijd daar naartoe. Want als je kan niet zomaar op een Olympische Spelen staan in zo'n mondiale sport als basketbal. En de EK van 21, door corona de EK van 22 geworden. Dat was in ieder geval een belangrijke milestone op die route. En dat geldt dan ook voor 25 uiteraard. Als we 23... de WK halen is het mooi, maar we moeten in ieder geval in 27 op de WK staan. En ja, deze plaatsing, ja, die past daar natuurlijk perfect in. Ja, hele mooie stappen inderdaad die je schetst. Overigens nog even kort over dat WK. Nederland kwam natuurlijk in de vorige WK-cyclus best heel ver. Heel ver. Ja, je zag, uiteindelijk verlies je dan van Polen. Die gaan gewoon zelf naar de WK en deden het daar ook nog eens een keer heel goed. 7e geworden. Dus je zit er al een beetje tegenaan. Ja. Die ploegen, laten we zeggen... 10 tot en met 24, dat zit eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Bert, ik zag een heel mooi filmpje ook als ter motivatie voor die wedstrijd van zaterdag met oud-internationals. Daar zat jij ook in. Ja. Ik zag ook allemaal echt basketbalkunst aan de muur hangen. Kun je iets vertellen over waar je zat? Hoe is dat bij, was dat bij jou thuis? Ja, dat was bij mij thuis. Ja, je vraagt nu echt wel een heel persoonlijke vraag. Maar ik wil hem graag, wil hem graag duiden. Dit is een basketbalschilderij. Ik heb, mijn maatschappelijke carrière heb ik bij de vastgoedpoot van ING. Heb ik die doorlopen. En er hing een schilderij van een Surinaamse schilder, Fred Creton. Die hing bij ons in de centrale hal. En toen zei mijn directeur ooit in 1993... Bert, als je op het hoofdkantoor komt werken en je krijgt een eigen kamer, dan vind ik dat er maar één plek is waar dat schilderij thuis hoort. En dat is jouw kamer. Nou, weet je, in 1997 toen kreeg ik inderdaad ook een hele eigen kamer. En op de dag dat ik, op mijn verjaardag, toen had mijn secretaresse inderdaad geregeld dat dat schilderij daar hing, van 1,50 bij 1,50. En dat heeft er altijd gehangen. En waar ik ook zat in het, bij ING in mijn carrière daarna, dat schilderij is altijd mee verhuisd. Dus toen ik met, bij ING wegging in eind 2015, toen heb ik gezegd, nou, ik wil maar één cadeau. En dat is dat schilderij. Nou, dat vonden ze toch te gortig. Want het was gewoon iets te veel waard geworden. Mm. Dus ik heb dat schilderij niet gekregen. Maar ik had een schoonzus die schilderde. Okay. Dus ik heb aan mijn schoonzus gevraagd, wil jij dat schilderij naschilderen? Nou, dat heb ze gedaan. Oh, wow. Dus dat hangt nu prominent in mijn huis. Ik had het even meegenomen voor dat filmpje naar mijn werkkamer. Dus daar heb ik het opgehangen. Maar nou, het komt de dubbele betekenis en je vraagt daarna, dus dan geef ik ook het antwoord. Mm-hmm. Die schoonzus is vorig jaar overleden. Mm-hmm. Dus dat schilderij heeft nu voor mij echt twee betekenissen. Zo. Als basketballer, inspiratie, colorvol, prachtig, geweldig. En dan ook de privé situatie, dat heeft me wel geraakt. Ja, natuurlijk, dat raakt mij nu ook. Ja, ja. Dank je wel dat je dat wilt vertellen, heel bijzonder. Toen ik de beelden zag, dacht ik, ja, dit is deze man die ademt basketbal. Dat zie je meteen, dus ja, mooi. Ja. Ja. Ik wil met jou even terug naar de periode, want ik noemde het 99 Interlands. Dat je zelf in Oranje speelde, was denk ik ja, voornamelijk jaren 80, hè? De eerste helft jaren 80, schat ik zo. 70. Mijn Interland debuut is in 1977 geweest. Al die jaren, vanaf 77 tot en met, laten zeggen, 84... volledig voor het Nederlands team kunnen spelen. Mm-hmm. Maar ja, ik was ook, zakelijk was ik begonnen. En toen had je die faciliteiten nog niet. En mijn werkgever, dat was toen normaal, die gaf geen faciliteiten om in het Nederlands team te spelen. Okay. Althans, niet als we voor grote toernooien weggingen. Dus de grote toernooien heb ik na 1984 niet meer meegemaakt. Mm-hmm. Ik deed wel nog af en toe interlands, maar dat waren dan de interlands tussendoor. Ja. Want dan was ik beschikbaar, ja, dan ging het 2 of 3 dagen. Ja. En dan kon ik vrij nemen in mijn eigen dagen. En dan speelde ik een interland. En dan, daarna ging ik weer werken. Wat voor type speler was je? Wat voor type speler was ik? Misschien heeft het zich ook ontwikkeld, want je hebt lang gespeeld. Ja, het ding is wat... Wat ik zeg dat ik vind van mezelf... dat ik het talent wat ik had op 16, 17-jarige leeftijd... want ik was 16 toen ik Eerdivisie ging spelen... en ik speelde ook meteen 20 tot 25 minuten per wedstrijd. Dat talent, wat erin zat... ik heb niet het gevoel, achteraf... maar waarschijnlijk hebben alle topsporters dat... Mm-hmm. dat je het maximale eruit hebt gehaald... wat er aan talent in zat. Dat heeft denk ik... vooral ook te maken met het feit dat ik de sport een beetje te beschouwend benaderde. Mm-hmm. Het was maar sport. Ja, ja. En ik ook dus tegelijkertijd maatschappelijk bezig wilde zijn. En als ik nou 1 les probeer mee te geven aan jonge talenten... je kan niet 2 dingen goed doen. Je moet er wel volledig voor gaan. En als je wel je basisopleiding achter de rug hebt, dan weet je, dan maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Ga voor die sport. Juist. En mocht je dan geblesseerd raken of je redt het niet op het hoogste niveau, als die basis er ligt, bijvoorbeeld een HAVO-diploma, kan je altijd terugvallen. Helder, helder. Het is wel interessant, Bert, want kijk, ik las net op, je hebt toch een seizoen gehad, je scoort 22 punten in een sterke periode in de Nederlandse Eredivisie. Hele goede Amerikanen ook. En ik vraag je, wat voor type speler was je? En je pakt misschien het wat mindere punt. Of dat je zei, ja, er was voor mij meer dan alleen basketbal. Dus ik ging er niet altijd misschien helemaal voor. Maar dit waren ook dingen waar je goed in was. Tuurlijk. Ik was ik heb mee mogen maken dat ik een belangrijke Eredivisie-speler was. In de periode van het Nederlands basketbal, dat ik denk over de hele linie genomen, de sterkste periode is geweest. Precies. Met heel veel goede Amerikanen. Want toen waren die Amerikanen, toen was Nederland echt een opstapland. Mm-hmm. En toen had je nog niet van die enorme aantallen Amerikanen hier. Dus toen hadden we de Amerikanen die hier naartoe kwamen. Dat waren echt van de betere colleges, ook de betere spelers, die net de NBA niet hadden gehaald. Vaak wel gedraft waren. We hadden wel vaak gedraft. Ja. Dus dan, die kwamen naar Nederland. Als je dan een ploeg als Nashua en Kinzo, die vervolgens ook met Nederlands-Amerikanen aan de gang gingen, dan had je dus een hele sterke competitie gekregen. En met hele goede Amerikanen, ook al zijn het er 2 of 3, in je eigen clubteam, op zo'n training, ja, dan was het buffelen. En die combinatie maakte dat je dan ook als talentvolle basketballer, dat je zelf ook kunt groeien. Het is belangrijk dat je een sterke competitie hebt. Het is ook belangrijk dat je een sterke trainingssituatie hebt. Helder, helder. Bert, je noemde het al in het begin. Op een gegeven moment is er een periode geweest dat het voor de NBB een optie leek om te zeggen, om allerlei redenen, we stoppen met het Nederlands mannenteam, met name financieel ook. Toen is er gelukkig, zeker, jullie noemden dat ook, voor en door internationals is er ingesprongen. Jij hebt daar veel in betekend. Kun je nog kort schetsen, wat ben jij toen gaan doen, een jaar of 10 geleden? En waar heeft dat toe geleid? Nou, dat heb je al wel gezegd, uiteindelijk ook EK-kwalificatie, dat team is blijven bestaan. Sterker nog, dat is boven zichzelf uitgestegen. Maar vooral, wat ben jij met een aantal collega's toen gaan doen? Wil je het lange verhaal of het korte verhaal? Probeer het kort. Het korte verhaal is in 2012 nam de NBB dat besluit. En toen was ik penningmeester van de DBL. En dat vonden de clubs, ja, dat was een besluit, daar konden de clubs absoluut niet meer uit de voeten. En die keken toen naar de penningmeester, laat ik het zo stellen. En die vroegen van, is er iets van reserve in kas? Dat wisten ze natuurlijk wel, maar om het... En toen hebben we samen met Sport 1, Wil Moerer, die meldde zich als sponsor. Toen hebben we gezegd, oké, wij kunnen het team 2 jaar overeind houden. Zodat in ieder geval, want de NBB had namelijk gezegd in 2012, oké, 2 jaar lang... Dan kunnen we het niet doen, maar daarna nemen we het terug. Nou, we zijn 2 jaar lang, hebben we vanuit de DBL en vanuit Sport 1 hebben we die ploeg gesteund. En toen kwam dus de zomer van 2014. En toen hadden we die EK-kwalificatieronde. En toen gingen we ineens winnen. En toen dreigden we de EK van 2015 te gaan halen. En ik weet nog goed, het was op een woensdagmiddag, ergens rond 14 augustus. Ik zat met Toon in de Maaspoort in Den Bosch. Van Helft uiteraard, Toon van Helft, van Leiden en van Oranje. En Toon zei tegen mij van, ja maar Bert, wat gaat er nou gebeuren als we nou straks het zouden halen? En toen heb ik heel eerlijk gezegd, Toon, ik weet het niet. Wow. Ik weet het niet. Ik zeg, het enige wat ik kan zeggen, de DBL moet ermee stoppen, want die pot is leeg. Dus we zijn met een aantal oud-internationals, hebben we de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we het hele team kunnen overnemen. Dan zetten we het in een stichting, maar dan moeten we ook sponsoren vinden die dat willen gaan ondersteunen. Dus daar zijn we mee bezig, of het gaat lukken weet ik niet. Nou ja, en toen plaatsten we ons in die, ik weet niet eens meer de wedstrijd van... waar we die... Was dat tegen Montenegro? Montenegro, in de 5 mei al. Zeker. En toen ontstond er iets heel moois. Dat was dus 's avonds kwamen die beelden ook op NOS TV. En Elko Blok van KPN, Okay. Die zat er volgende die begint, dat is een vroege beginner. En Elko is een oud ijshockeyer op het hoogste niveau. En Elko zag die beelden 's ochtends om 5 uur van de herhaling van de NOS Journaal. En die zag dus dat we ons geplaatst hadden. En er werd ook bij gezegd, ja, maar waar de gelden vandaan moeten komen, dat weten we niet. En die meldde zich toen met van, nou, ik wil wel helpen in dat eerste jaar. Okay. En dat gaf ons de boost om, want daarna kwam Paul Meijering. Ja. En we hebben nog altijd een sponsor gehad op de achtergrond. Oud-basketballer die eigenlijk niet genoemd wil worden, dus dat doe ik nu ook niet. Dus met die basis konden we beginnen. En toen kregen we natuurlijk die sessie dat we al die oud-internationals bij elkaar haalden. Dat was dus in februari 2015. Ja, en toen deed Rick Smits zijn donatie van €30.000. En toen hadden we dus het financiële plaatje rond om de EK goed voor te bereiden. Nou, en dan ga je met elkaar naar de EK. En daar presteerden we goed. Dus dat was een mooie basis om in feite verder door te gaan. Jij was daarbij, ik mocht er ook bij zijn. We wonnen meteen de eerste wedstrijd. Ja. Ja, onvergetelijke ervaring in Zagreb. Ja. Je noemde hem al even, voor jou is het uiteraard Toon. Je hebt met hem gespeeld. En ja. Van Helfteren, wat kun je over hem zeggen als basketballer, als coach? Ja, als basketballer. Ik had het er net met Nick van Bemmel over. Over spelers die een beetje gemeen zijn. Die heb je ook nodig in een team. Dat ontbreekt. Een goed sportteam heeft altijd 1 of 2 gemeenere spelers. Die als het erop aankomt, dat ze ook echt een elleboog kunnen uitdelen. Ja. En Toon was zo'n karakterbasketballer. Ja. Was er altijd hard zwoegen, altijd hard werken. Ja. En als er een dreun uitgedeeld moet worden, wat ik bijvoorbeeld niet kon, dat kon Toon als de beste. En dat maakte hem zo als speler zo waardevol. Ja. En dat heeft hij natuurlijk ook heel lang volgehouden. Ja. En vervolgens is hij bondscoach geworden. En heeft hij natuurlijk ook een fantastische carrière gehad. Dus Toon heeft voor het Nederlands basketbal ongelooflijk veel betekend. Ja. Record coach in wedstrijden, record international zelf. Meer dan 200. Ja. De nieuwe coach, Buscalia, is nu ook al dik een jaar denk ik bezig. Maar heb je een beeld bij hem? Ja, ik ken hem redelijk goed, omdat toen hij coach was van Trento, toen speelde Yannick daar en dat volgde ik op de voet. Dus ik ben ook daar 1 of 2 keer geweest en dat was een Italiaanse topcompetitie, daar komt hij vandaan, Italiaans bloed. Dus het is een hele andere coach dan Toon. Innerlijk enorm veel passion. Ja. Maar uiterlijk toch rustig blijven. Ik heb hem vandaag, de wedstrijd tegen Zweden, heb ik hem voor het eerst echt boos gezien. Was ook wel terecht. Ja. Hij blijft altijd rustig. Hij blijft in zijn spelers geloven. Ja, speelt een heel ander soort game. Dan Toon. Dat altijd heeft gedaan en nog doet, denk ik, in Rotterdam. Maar ja, ik denk ook dat, net zoals Toon, hij wat toevoegt aan het team. Ja. En dat we nu 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen toch niet kinderachtige tegenstanders. Turkije, Kroatië en Zweden. En dat we dus eigenlijk eergisteren al geplaatst zijn geworden. Ja, dat hebben we ook nog niet eerder meegemaakt. Zeker weten. En ja, dat is al meteen een bewijs van natuurlijk zijn kunde van Maurizio Buscalia, de coach. Ja. Bert, inmiddels is dat, je hebt dat uitgelegd, een Stichting Nederlands Mannenteam. Gelukkig. Dat team is nu weer overgedragen aan de NBB. Ja. Hoe loopt dat? En vraag B, heeft die stichting nog een rol of is dat eigenlijk helemaal klaar nu? Nee, wij hebben toen dat mandaat, als ik het zo mag zeggen. In oktober 2014 is dan de stichting, waar ik dan voorzitter van was, heeft dat mandaat verkregen in oktober 2014. En dat was het volledige technische, financiële mandaat om dat team te runnen. Nou, dat hebben we, dat hebben we dus 5 jaar lang gedaan. Joop Brakenhoff, de huidige voorzitter, was toen de penningmeester van de stichting. En toen in 2018, 2018 denk ik, zaten we wat langere termijn te filosoferen en na te denken. En toen hebben wij als stichtingsbestuur geroepen van ja, weet je, het is wel leuk wat we doen. Mm-hmm. Maar willen we het basketbal echt verder zien te brengen, mm-hmm, dan moeten we toch weer proberen te zorgen dat alles weer in de moederschoot samenkomt. En dat is dus in ieder geval de lange termijnvisie. Omdat basketbal is in Nederland te klein om op één pijler te rusten. We moeten proberen de pijlers die er zijn. En dat is dan, als je dan echt kijkt van waar we goed in zijn, dan hebben we natuurlijk het rolstoelbasketbal van de dames. We hebben de 3 tegen 3, waar we zowel bij de meiden, bij de dames als bij de heren degelijk mee kunnen. We hebben ons nu geplaatst bij de mannen voor de EK. Dat zijn sportieve pijlers en die moeten we samenbrengen. Ook vooral in een commercieel beleid, want uiteindelijk is topsport in Nederland is een dure aangelegenheid. Ja. En de leden van de Nederlandse Basketbalbond die dragen relatief al heel veel bij, ja, aan hun bondscontributie, aan de topsport. Ja. Ja, en dat moeten we echt gaan veranderen. Als we dat niet kunnen veranderen, dan hebben we echt een probleem. Dus dat is eigenlijk onze meest primaire focus, mm-hmm, om te zorgen. En dan werkt corona niet mee, dat kan ik je wel vertellen. Nee. Om in deze tijd te zorgen dat we de budgettaire ruimte via sponsoring, dat we die uit gaan bouwen. Zodat we gelden beschikbaar krijgen voor de topsport. En dat we dus minder geld hoeven weg te nemen vanuit de bondscontributie, zodat we dat kunnen gaan investeren in de breedte sport. Zodat we ook gewoon betere jongeren, betere basketballers gaan krijgen. Ja, helder. Je noemde hem al, Jo Braakhoff, de huidige voorzitter. Ja, die heeft dat ook helemaal in zijn programma, zou ik zelfs willen zeggen, opgenomen. Ook dat ledental. Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, je hoeft niet per se lid van de bond te zijn om je basketballer te noemen. Maar goed, dat is natuurlijk ook zo'n punt van, dat ledental is vrij stabiel. 40.000, van hoe kunnen we dat soort dingen vergroten? Heb je daar zelf nog specifiekere gedachten over van de groei van het Nederlands basketbal? Want er zijn successen, je noemde ze al terecht. Ja, wij hebben in het verlengde van ons commercieel beleid, moet je natuurlijk ook allemaal strategische doelen stellen. Wij hebben, natuurlijk, je wil je graag dat je sport op het veld graag groeit. Want toen ik basketbalde, toen hadden we ook 40.000 leden en nu hebben we nog steeds 40.000 leden. Dus wat dat betreft zijn we geen centimeter opgeschoten. Wij willen het inderdaad breder trekken. Mm-hmm. Wij willen een basketbalcommunity, een actieve basketbalcommunity willen we gaan creëren. Van honderdduizenden leden, mm-hmm, als ik het leden mag noemen. In ieder geval partijen die basketbal op de een of andere manier in geïnteresseerd zijn. Ja. Want als we dat bij elkaar kunnen brengen, dan denk ik dat we marketingtechnisch ook interessant zijn. Mm-hmm. En of je nou een pleintje basketbalt, of je doet 3 tegen 3... of je bent schrijver in je vrije tijd, of je kijkt de NBA. Ja. Als basketbal een belangrijke rol speelt in je leven, ja, dan willen wij graag dat jij bij die community gaat horen. En dat je zegt, die groep is, daar is ook wel wat marktonderzoek gedaan, ook in het kader van de Benelux, is groot, hè? Ja, die is groot. Ja, die is heel groot. Ja. Mooie potentie. We gaan een beetje naar een afronding toe, Bert. Durf jij een voorspelling te doen? Oranje gaat volgend jaar in september naar dat EK. Je noemde het al, wind van Turkije, wind van Zweden, wind van Kroatië. Wat denk je dat Oranje daar kan laten zien? Nou, ik heb... natuurlijk, ik heb echt hoop op dat we daar een paar wedstrijden kunnen gaan winnen. Ik denk dat we een hele talentvolle groep hebben. Mm-hmm. Keeën van de Vuurst, groot talent. Yannick Kraag, die eraan zit te kromen. Matt Harms, ja, die na dit jaar van college afkomt. Tristan Enaruna, Rink Mast. Dus er zit een hele generatie aan te komen, waarvan wij verwachten dat ze Emmanuel natuurlijk, ja, die het heel goed doet, Luc die het heel goed doet. Dus ik kan nog een tijdje doorgaan met jonge spelers, ja, die nu meters moeten gaan maken en die volgend jaar al echt kunnen bijdragen aan de prestaties van het team. Nicolas de Jong, hè, die misschien... dat hopen we natuurlijk. Nicolas zit natuurlijk ook in een leeftijd dat het... Iets ouder. Die zit al wat ouder. Charlon kan nog een paar jaar, gaat nog een paar jaar mee. Dus we denken dat we er qua potentiële spelers goed voor staan. Nou, dan heb je natuurlijk ook dit soort toernooien nodig. Dat die jongens kunnen gaan groeien om dat grotere doel over 5 jaar... tot 5 tot 7 jaar om dat te kunnen bereiken. En ik denk dat we het al zo goed zijn. Ik zei al in het begin, als je kijkt naar tussen de plaatsen 10 en 30 van Europa... en we doen er nou 24 mee in zo'n EK... Dan op een goede avond, en jij memoreerde het al, de eerste wedstrijd in de EK van 2015 die we wonnen. Nou, als we er dan nog een keer eentje winnen en je wint 2 wedstrijden, dan heb je met een beetje mazzel ga je zelfs door naar de finale pool. Correct. En dan is het geslaagd. En ik heb daar hele goede hoop op. Die deel ik helemaal. Bert, ja, ik denk, wij kunnen echt uren over basketbal praten. En ik sluit zeker niet uit dat we dat toch eens een keer gaan voortzetten. Maar dankjewel voor deze week. Mooi om te horen. Je eigen herinneringen over Oranje, je werk voor het Nederlands team. Kansen op het EK. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En hopelijk ook tot in de 5 mei al, zou ik zeggen. Sowieso in de 5 mei al natuurlijk. En ik hoop natuurlijk dat we een loting hebben of in Duitsland, of in Italië, of in Tsjechië. Dat rijdt makkelijk aan, zou ik zeggen. Ja, Georgië is ietsjes verder weg, maar dat heeft ook wel weer wat, vind je niet? Ik denk, we gaan sowieso, toch? We gaan sowieso. Mooi zo. Bert Kragtwijk, dankjewel. Graag gedaan. Ja, we sluiten deze uitzending af met onze quiz. Vorige week stelden wij voor de allereerste keer een quizvraag. En die vraag was, noem zoveel mogelijk spelers van ZZ Leiden die ook echt gespeeld hebben in officiële wedstrijden met de letter Z van Zorg en Zekerheid Leiden in de achternaam. We hebben veel inzendingen gekregen, ook meerdere goede inzendingen. En het goede antwoord was Emmanuel Nzekwesi, Eric Stuts, Mohamed Kirazi en dat wisten veel mensen niet, Jaron Dijkhuizen. En de winnaar van de quiz is John Knijnenburg. En hij wist ook nog te melden, hoewel dat niet de vraag was, dat zei hij er ook netjes bij, maar dat we eigenlijk ook nog kunnen denken aan een assistentcoach met een Z, want dat was natuurlijk Ferry Steenmets. Dus John, gefeliciteerd met de mooie prijs. We hebben ook deze week weer een mooie voucher weg te geven, dus hier komt de nieuwe vraag. En dat is met dank aan ons redactielid Michel Barendsen. Hij heeft deze prachtige vraag verzonnen. Noem zoveel mogelijk spelers die in de tijd dat ze bij ZZ Leiden speelden international waren voor hun land, maar niet voor Nederland. Dat waren er natuurlijk ook heel veel, daar gaat het nu even niet om. Maar er zijn dus ook spelers geweest die voor een ander land dan Nederland international waren op het moment dat ze bij ZZ speelden. Mail ons weer, u krijgt het adres in beeld. Dat is zzleidentv@gmail.com. Mail daar naartoe de goede antwoorden. Doe dat ook op tijd. En je denkt weer mee voor die mooie prijs. Het is weer voorbij gevlogen. We zijn aan het einde van deze ZZ Leiden TV. Ja, allemaal gaan we natuurlijk weer kijken aanstaande zaterdag naar de livestream. Want dan is er weer een wedstrijd in de 5 meihal tegen dit keer de Almere Sailors. Een van de nieuwkomers. En bij Leiden kunnen we dan ook de nieuwe aanwinst gaan bewonderen. We gaan zien wat Nick King kan. Dus via zzleiden.nl is het mogelijk om bij de livestream te komen en een kaartje daarvoor te kopen. Nogmaals dank ook aan onze studiogast van deze week, Bert Kragtwijk. En graag tot de volgende keer.